We zijn hier in het souterrain van het hoofdgebouw. We zijn hier aan de meisjeskant en we zijn hier in de oude douches van de meisjes. Oorspronkelijk waren er nog geen douches. In de jaren 30 zijn de douches hier gekomen, alleen voor de meisjes, want de jongens die hadden aan de jongenskant hun douche. Eén keer per week gingen alle meisjes hier onder de douche. Hierboven hing een centrale waterleiding met de douchekop. En de zuster van dienst die draaide de kraan open, dan had je water. En die zuster die draaide hem op een zeker moment ook weer dicht. Dus je had wel te zorgen dat je dus klaar was met douches. Want ook al zat je kop helemaal vol met zeep en de kraan ging dicht, dan had je pech gehad, had je maar door moeten werken, dan